Ik heb achter het huis een zwembadje opgezet en we hebben afgelopen zondag de hele zondag in het zwembadje gespeeld met de kinderen. Ja, daar kan ik echt van genieten, terwijl ik daarvoor voor het Cambridge leven zeg maar geen tijd, geen zin in had. En het feit dat ik in een zwembroek durf te lopen, kun je niet voorstellen. Ik heet Olaf Nikkels, ik ben 48 jaar. Ik ben geboren en getogen in Almelo. Ik ben in 96 verhuisd naar Roermond vanwege het werk. Ik heb een dochter van 17. Ik ben gescheiden, maar ik heb inmiddels een nieuwe relatie. Ik ben vroeger heel veel geplaagd, hè, vanwege het feit dat ik rood haar had en dat ik wat aan de dikke kant was. En dat heeft nooit echt bijgedragen aan het goed kunnen beheersen van mijn kilo's. Het eerste moment toen ik Olaf ontmoette, was bij mij in de praktijkruimte. Ik schrok enorm. Ik zag heel veel verdriet in zijn ogen. Ik had nog nooit iemand ontmoet die zo'n hoog gewicht had. Ik kon me geen voorstelling maken dus hoe zwaar dat hij op dat moment was. Ik heb dat net voor mezelf wel geanalyseerd wat nou precies de reden is dat je zo zwaar wordt en toch denkt dat je goed bezig bent. Maar het heeft gewoon alles te maken met een soort van mindset. Die knop die moet om en die moet om blijven. Je moet daar echt gewoon iedere dag wekelijks aan werken. En het afvallen is allemaal prima, dat gaat allemaal best goed, hè. Dat kan iedereen eigenlijk wel. En zeker als je houdt aan bepaalde regels. Maar het terugvallen in het oude patroon heeft alles te maken met de weg daarna, zeg maar, na het afvallen. Ik heb echt besloten om daar gewoon iets mee te doen en ook psychische hulp te zoeken. Dat heeft mij wel gewoon geholpen in het feit dat ik het nu op een normale manier beheersbaar heb, waardoor ik ook op gewicht kan blijven. De valkuilen van vroeger waren voor mij gewoon heel erg stress. Dus ik reageerde in stress door veel te gaan eten en verkeerd te eten en laat te eten en geen regelmaat. Voor mij was het een heel goede volgorde. Eerst fysiek, gewoon zorgen dat de kilo's eraf kwamen. En daarna proberen te analyseren van wat moet er nu nog veranderen. En toen ben ik aan mezelf gaan werken. Die stress veroorzaakt, nu is geen valkuil meer voor mij. Mijn consulent Henny Nijssen. Die bezoek ik iedere 3 maanden nog. Het knapste wat ik aan Olaf zijn traject vind. Het volhouden, kiezen voor zichzelf en met respect omgaan met andere mensen. Dat vind ik heel knap. Soms ben ik me bewust dat dat leven allemaal lijden en iedereen heeft zijn ups en downs. Maar voor mij heeft het gelukkig geen gewichtstoename gebracht. En daar ben ik wel meest blij mee.